Jawel, dames en heren, Sea of Thieves is eindelijk hier. Rare's ambitieuze piratensimulator in een koddige wereld heeft eindelijk de wilde wateren betreden. En dat wil zeggen dat wij al onze gekke piratendromen uit kunnen leven op de Sea of Thieves. Wij van Gamersnet waren al aardig te spreken over de game in onze review en onze videoreview, maar we zijn nog niet klaar met dit epos. Nee, sterker nog, ook ons punt van aandacht is dat er meer content onderweg moet zijn naar Sea of Thieves. Deze wereld is mooi, de fundering staat, maar als er één ding wat we de game na moeten geven is dat die nog niet helemaal afvoelt. Nee, deze game moet kunnen groeien, deze game moet groter kunnen worden en deze game moet beter kunnen worden. En daarom dachten we, waarom gaan we niet met z'n allen hopen op betere piratendromen? Hier zijn 5 verbeterpunten voor Sea of Thieves die het de perfecte piratenparel zouden kunnen maken. Een allereerste verbeterpunt is er nota bene ook al eentje die onderweg is naar Sea of Thieves. Eigenlijk had het al in de game moeten zitten, het werd al eerder geteased door Rare, maar het mag heel snel zijn intrede doen op deze wilde wateren. Want ja, wij willen huisdieren in deze game. Een luie zwarte kater op het onderdek, een papegaai die standaard op je schouder meegaat op alle avonturen, of hey, doe eens gek, laat ons bonden met een big. Je zou het eigenlijk zo gek niet kunnen bedenken of het zou een mooie toevoeging kunnen zijn voor ons bestaan op zee. Het hoort immers ook wel een beetje bij het plaatje van een piraat. Notabene, daar hoort een papegaai bij of weet ik veel, een kat op het onderdek is ook echt zo'n dingetje wat mee kan genomen worden op al jouw avonturen. En dat zou zo ontzettend mooi zijn. En gelukkig zijn er al milde geruchten en een soort van aankondigingen dat dit een van de vroege toevoegingen aan de game zal zijn. Niet zo gek ook aangezien Rare al eerder in interviews en teasers en trailers verschillende dieren heeft laten zien. Er is artwork van een kat, er is artwork van een papegaai en het hoort er gewoon bij. Maar please Rare, laat het snel zijn. Ik wil gewoon een kat in mijn bestaan op zee. Geef dit mij. Het tweede puntje van verbetering is waarschijnlijk meer van wat we nu hebben. Geef ons meer wapens en geef ons meer items. Kortom, geef ons meer gereedschap om leuke avonturen mee te kunnen beleven. Denk bijvoorbeeld aan een harpoen om mee te kunnen jagen op haaien. Denk aan een vishengel om een dood momentje op de boot mee op te kunnen leuken en wat visjes te kunnen vangen. Of denk ook in wapens aan bijvoorbeeld een anti-zeilketting of een ander soort kanonskogel wat je af zou kunnen vuren. Zo zou je tal van verschillende voorwerpen kunnen bedenken die eigenlijk direct een goede toevoeging zouden zijn. En elk van deze toevoegingen zou het bestaan op zee natuurlijk ook een heel stuk gevarieerder en uitgebreider maken. En dat is precies wat we nu zoeken in Sea of Thieves. Een derde puntje van verbetering is misschien een beetje voor de hand liggend. Maar ja, geef ons crafting. Geef ons meer customization in die game. Natuurlijk, het is leuk om kleding te kunnen kopen en verschillende wapens erbij te kunnen scoren. Zij het dan allemaal cosmetisch. Maar hoe vet zou het zijn als je daadwerkelijk zelf dingen kon craften? Denk aan de vissen of de haaien die je zou kunnen vangen die je vervolgens op de boot zou kunnen koken. Dit is notabene ook een feature waar al verschillende data mining geruchten over gaan. Maar dit is ook iets wat zo ontzettend mooi in de wereld meegenomen zou kunnen worden. Het feit dat je zelf een stukje van je eigen boot creëert. Dat je misschien wel een eigen wapen maakt of een eigen hoed die je kan dragen. Stuk voor stuk zijn dat dingen die jou de piraat maken die je wil zijn. En dat is ook wat we nodig hebben in Sea of Thieves. En dat klinkt misschien een beetje laf dat het dan weer crafting is, notabene een wat overgebruikt concept in spellen. Maar in Sea of Thieves zou het ontzettend goed geïmplementeerd kunnen worden. Rare, alsjeblieft, geef ons iets om te knutselen op de boot en daaromheen. Verbeterpuntje 4, en notabene ook eentje die weer mooi inhaakt op het vorige punt. Je boot als progressiehub. Hoe vet zou het zijn als het niet alleen zomaar de piraat is waar je aan knutselt, maar dat ook over verloop van tijd je boot meer jouw stekkie wordt. Mocht je boot beginnen te dienen als een soort van huis voor jezelf, een plek waar je zelf thuis kan komen, dan zou het zo mooi zijn als je de boot daadwerkelijk ook zelf in kon richten. Denk aan een stoeltje hier en daar neerzetten, misschien een nieuw schilderij ergens ophangen of een trofee van de zee ergens op een mooi plekje in de Captain's Quarters neerzetten. Het klinkt misschien allemaal een beetje The Sims-achtig, maar ook dit zou weer zo mooi meegenomen kunnen worden in de game. Dat je op je eigen boot komt en meteen ziet wat je allemaal bereikt hebt. En als iemand anders jouw boot entert, dat ze ook zoiets hebben van ah, maar dit is een compleet ander stekkie dan hoe ik het bij mij heb ingericht. De boot is een soort van extensie van de piraat voor Rare. En dus zou het ook mooi zijn om te zien dat ze daar een extra stapje in zetten. Dat de boot nog meer jouw stukje wordt.
Ik heb dit punt wel vaker genoemd, maar Rare heeft mij ooit verteld dat ze werkte aan een functie om zelf ook screenshots te kunnen maken in de game. Natuurlijk, we maken veel screenshots in die game, maar ze bedoelen een canon- en lore-vriendelijke versie. Eentje die in-game werkt, dus dat je iets vets ziet in de wereld. Je pakt een pen en penseel, je schetst het en vervolgens kun je die schets, die tekening, dat schilderij ook weer ophangen in je eigen boot. Allemaal van die stukjes dat je denkt van, fantastisch idee, Rare, geef het ons, implementeer het. Laat ons van onze boten een thuis maken. Een plek waar we op terug willen keren nadat we urenlang, avondenlang geavontureerd hebben. En dan nog een vijfde en laatste verbeterpunt wat wij persoonlijk voor Sea of Thieves mee zouden willen dragen, is een Pirate Royale modus. Jawel, een versie die inhaakt op het succes van Fortnite of bijvoorbeeld een PlayerUnknown's Battlegrounds. Geef ons een Battle Royale-achtige modus waarin we met onze schepen tegen elkaar knokken in een steeds kleiner wordend speelveld. Sea of Thieves zou dit relatief makkelijk kunnen implementeren door te zeggen, er is een enorme storm in deze wereld en het oog van de storm is een veilige plek, maar die wordt steeds kleiner. Zodoende druk je alle spelers en hun schepen naar het midden van de kaart toe en daarin komen steeds nieuwere en grotere en adrenaline pompendere confrontaties. Daarbij zou ik dan wel gaan voor een versie die meer lijkt op H1Z1's Auto Royale dan een standaard Battle Royale. Dus bijvoorbeeld dat je wel kan respawnen nadat je wordt neergeschoten, maar dat het de boot is die je in leven moet houden. Hout- en kanonskogels zijn dan precies de dingen die je moet looten, die je snel van eilandjes mee moet pakken terwijl je een baan maakt naar het veilige oog van de storm. Maar ondertussen probeer je dus en die loot te reguleren en een goede koers te zetten en wellicht nog wat andere piraten neer te schieten en te hopen dat jij het laatste schip bestuurt wat het laatste drijft op deze royale wateren. Ah, nee, ik spring er weer overheen! Daar heb je het dan. Vijf verbeterpunten die wij zo even los uit de mouw schudden. Daar voor Rare om op te pakken en misschien voor ons om allen wel over te dromen als we denken aan Sea of Thieves. Ben je het eens met onze vijf verbeterpunten? Of denk je juist wel van, nou, ik heb eigenlijk een veel beter plan wat Rare veel makkelijker zou kunnen implementeren en waar we allemaal ook heel veel baat bij hebben? Dat mag natuurlijk ook. Laat het ons weten in de reacties. Wij zijn heel benieuwd wat jij nu denkt over Sea of Thieves en waarop je hoopt dat het uiteindelijk kan zijn. Voor meer informatie over Sea of Thieves, zoals onze geschreven review, de videoreview, verschillende trailers of al het nieuws, je bent welkom op gamersnet.nl. Dat was het voor deze video, ik hoop dat je genoten hebt. Ik was Tom voor gamersnet.nl en ik zie jullie graag terug in de reacties op onze knusse website of natuurlijk op de wilde wateren van Sea of Thieves.